Het NKC-instituut van Nancy Natuni is bezig met een inzamelingsactie voor een van haar pupillen, zoals zij dat zelf zegt, voor een van haar sterretjes. Waarom zo'n inzamelingsactie? Wat heeft de jongen allemaal nodig? Nou, daarover spraken wij met Natuni. En niet alleen over de inzamelingsactie, maar ook over het NKC-instituut zelf. Wat houdt het in? Waarmee zijn zij allemaal bezig? Het is namelijk zo dat wij een inzamelingsactie hebben voor een pupil van het NKC-instituut. En het is namelijk zo dat het gaat om een kindje die geboren is met een hulpvraag. En hij heeft een korte voet. Zijn voet is kort. En één voet van hem is kort en hij loopt een beetje mank. En elke dag als hij naar school komt, komt hij met een rollator naar school. En zo'n kindje kan niet op eigenlijk een overheidsschool of een school waar kinderen eigenlijk normaal leren. En zo'n kindje is dan aangemeld bij het NKC. En dat hij toch wel gewoon goed onderwijs geniet, omdat wij zijn voor dit soort kinderen. En deze jongen heeft op dit moment een probleem. En wij noemen ze een NKC-sterretje. We noemen geen kinderen bij de naam, maar het gaat om een NKC-sterretje van ons die op dit moment echt hulp nodig heeft. En doordat zijn voet te kort is, dan heeft eigenlijk de arts geconstateerd dat zijn voet, dat hij dan een voetbeugel nodig heeft en dat kost 5.850. En om daar te declareren kregen ze maar 600 SRD terug. En de oma en de moeder die waren radeloos en ze zijn toen naar me toe gestapt als directrice. En omdat ze mijn hart kennen, ik ben een sociaal gevoelend mens, hebben ze me toen benaderd en gevraagd van mevrouw Nancy, wat kunt u voor me doen? Ik ben radeloos. Ze kwamen hier en ik zeg nee, God zorg. Ik zeg, ze zeggen, hoe ga ik het doen, want ik heb het geld. En ik zeg, nee, weet u wat? We gaan met de inzamelingsactie beginnen. Ik ga alvast bij mijn ouders beginnen van het NKC. Ik heb toen een appje opgesteld en ik heb het in de groepsappen van mijn ouders gezet. En ik heb het daarna op social media gezet. En ik mag niet jokken, binnen een week heb ik een heleboel berichten gehad vanuit de samenleving. En ze dragen echt het NKC een warm hart toe. En ze hebben ons ondersteund daarmee. En ze hadden de gelegenheid om dan te komen elke dag, tot nu toe ook, tot als ik het goed heb, 20 april, heeft men de gelegenheid om dagelijks te komen om dan wat geld te zetten voor deze jongetje. Want hij moet, als ik het goed heb, 22 of 23 april gaan ze werken aan zijn voetbeugel. En dan, als het goed is met Gods wil, dan loopt hij dan binnenkort weer. Ja. En dat kunnen we alleen maar realiseren als u ons allemaal ondersteunt. Dus als mensen op dit moment naar u kijken, mevrouw Natuni, waar kunnen ze bij u terecht? Ze kunnen bij ons terecht aan de Jozef Lelystraat, nummer 11. Dat is een omgeving van de Hermitage Mall. Ja. Is er ook een telefoonnummer waarop ze u kunnen bereiken? Ja, het telefoonnummer is 8786656. Nogmaals? 8786656. En ik wil ook gebruik maken van de gelegenheid om ook aan te geven dat het NKC-instituut, want misschien vraagt men wie zijn wij. Dat zou ik net gaan vragen, ja. Oh, oké, okay, dus ik heb de woorden uit uw mond gehaald. Het NKC-instituut is een particuliere basisschool voor adaptief gericht onderwijs, waarbij wij inspelen op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. We hebben bij ons, krijgen wij aangemeld, kinderen op ZMLK-niveau, zeer moeilijk lerende kinderen, moeilijk lerende kinderen en natuurlijk ook kinderen van het regulier onderwijs. Doordat wij kleinere klassen hebben, dan geven we dan beter onderwijs, we spelen beter in op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van elk individu binnen de school en dan worden de kinderen bij ons geselecteerd. We krijgen binnen kinderen met het syndroom van Down, kinderen met autisme, kinderen met dyscalculie, dyslexie, kinderen met een lichamelijke beperking. De enige doelgroep dat het NKC niet kan accommoderen, dat zijn kinderen met een dubbele beperking. Maar zolang het kind kan leren en wat kan doen, dan is dat kind welkom bij ons. En we bestaan, komend jaar is het onze vierde jaar en het NKC-instituut is niet een school dat gewoon is komen te ontstaan. We werken met de regels van het ministerie van onderwijs, omdat wij ook officieel erkend zijn door het ministerie van Onderwijs. Ja. En wij zijn speciaal voor deze kinderen. Dus wij praten niet over het begrip beperking. Wij praten over kinderen met een speciale hulpvraag. Hoe ziet dan een dag eruit hier op school
voor de kinderen? Nou, onze dag ziet er eigenlijk uit zoals elk ander kind die ook naar school gaat. Je komt hier om 8 uur en je wordt om 12 uur gehaald. De leerkracht maakt dan een lesvoorbereiding per dag. En aan de hand van haar lesvoorbereiding en dagprogramma gaan wij dan zulke kinderen begeleiden. Wat wel leuk is van het NKC-instituut om erbij te vermelden, is dat wij naast het onderwijs heel veel spelend leren toepassen, theorie en praktijk. Heel veel differentiatie binnen eigenlijk het bezig zijn met onze kinderen, waardoor eigenlijk de kinderen ons beter begrijpen. En we doen binnen het NKC ook heel veel interne trainingen en upgradingstrainingen voor onze leerkrachten, want natuurlijk moet je ook de professionals hebben binnenshuis om met dit soort kinderen om te gaan. Vandaar dat we binnen de school ook een logopediste hebben, een ergotherapeut, een psycholoog, en zonder hun ben ik er niet. We hebben wel leerkrachten die eigenlijk bij ons zijn, maar daarnaast doen we het met onze specialisten binnen het NKC-instituut. Dus hoe groot is het team hier bij het NKC-instituut? We hebben een team van 18 leerkrachten op dit moment, en onze specialistische groep zit er nu uit op 4 tot 5 personen. En natuurlijk zijn we nu aan het netwerken met Nederland om dan eigenlijk ons netwerksysteem uit te breiden. Omdat ik natuurlijk ook vanuit de Surinaamse samenleving, moet ik eerlijk zeggen, is dat niet echt hulp. Ik heb ook veel steun gevraagd bij bedrijven. Misschien ligt het aan mij, laat me het ook misschien ook snel zeggen. Misschien moet ik meer naar de media gaan, maar ik ben zo de hele dag van maandag tot vrijdag hier van 8 tot 5. Dus ik krijg ook niet de gelegenheid om naar buiten te gaan. Ik doe het eigenlijk meer vanuit mijn page, NKC-instituut. En we gaan overal waar we hulp kunnen zoeken. En het lukt toch wel. We zijn nog niet waar we moeten zijn. We krijgen wel gesteund van de overheid. Ik moet mijn leerkrachten zelf betalen uit de inkomsten. Maar ik zal u zeggen, we hebben tot gisteren 5 mensen gehad. Voor de poort. En de stroming blijft komen. We zijn straks vol. En nu heb ik ook op social media gepromoot. Is er iemand die een hart heeft voor deze kinderen om ergens misschien een vrije pand heeft om ons te helpen, zodat we ook meer kinderen daar kunnen accommoderen. Al moet ik ervoor betalen, maar een beetje een redelijk tarief, dat ik meer kinderen kan accommoderen, stel ik dat ook zeer op prijs. Maar op dit moment hebben we het niet. We hebben 2 panden, pand 1 en pand 2, en daar zitten we op een totaal aantal van 120 kinderen. En de wachtlijst van ons is nu, als ik het goed heb, tussen de 80 en 90 kinderen. En als er een heel lief persoon is vanuit de samenleving die zegt van, nee, ze zijn goed bezig, ik heb een vrij pand, u mag het hebben tegen een redelijk tarief, dan nou. Dat denk ik dat een van de wensen, niet van mij alleen, maar van al mijn NKC-sterretjes in vervulling zijn gegaan. Omdat ik het niet doe voor mezelf, ik doe het voor het kind. En kinderen zijn niet van ons, kinderen zijn ons geleend. En hoeveel NKC-sterretjes heeft u hier? We hebben op dit moment 120 sterretjes die officieel bij ons zitten. En per 19 april hebben we nog 7 of 8 die erbij komen. En een wachtlijst van 85 kinderen die wij niet kunnen accommoderen vanwege plek. We hebben geen plek. Dus ik hoop dat ik gauw een pand vind, maar u weet de prijzen die je moet betalen, ik kan het niet betalen. Ik heb zelfs bij de overheid aangekaart, maar ik snap ze ook. Zij hebben aangegeven, de klassen zijn kleiner, zij hebben de ruimtes nodig. Zij moeten ook gaan uitbreiden, dus ik snap het. Maar ik kan helpen waar ik kan. We kunnen meer kinderen helpen. Als ik een extra plekje krijg, dan zullen we wel meer kinderen ondersteunen. Maar is hier de ruimte wel voldoende voor 120 kinderen? Op 1 pand voor 120 niet. Dus vandaar dat wij op 2 panden zijn. We zitten op dit moment aan de Jozef Lelystraat nummer 11. En we zijn op pand 2 op nummer 38 in dezelfde straat. En het is altijd leuk dat we, als je zoiets doet, dat je op 1 groot pand bent. Ik heb ook via het ministerie aangevraagd een stuk grond aan de Ringweg. Het is natuurlijk nog in behandeling, maar ik weet niet wat er van terecht komt. Ik kijk er wel positief naar uit, maar laten we kijken wat het wordt. Maar tot nu toe, wat ik heb begrepen, is het in behandeling. Ik weet niet als het al toegewezen is, maar mocht zijn dat het toch aan NKC toegewezen wordt, dan ben ik toch wel blij. Dan heb ik dan een internationale organisatie die helemaal open staat om ons te helpen met de start van de bouw van een heel modern instituut voor kinderen met een speciale hulpvraag. Ja. Zou u zeggen, mevrouw Natuni, dat u in feite het werk van het ministerie zo'n beetje op u hebt genomen? Want in feite zou het ministerie
voor hiervoor moeten zorgen? Ja, helemaal. Inderdaad, ik zou niet zeggen dat ik het werk waarom van... Waarom ik die vraag stel? Want u zegt, u krijgt dat stukje ondersteuning van daaruit nog niet echt helemaal. Ja. Ja, klopt. Dus ik snap uw vraag. Het is eigenlijk iets dat heel veel mensen me ook zeggen van... Ik lever eigenlijk een bijdrage naar eigenlijk de overheid toe. Om eigenlijk dit soort kinderen te accommoderen. Ik ben ook heel veel met internationale organisaties bezig. En blijkt uit onderzoek dat eigenlijk dit soort scholen wat ik doe... Want ik onder een sociale instelling. En in Nederland en Amerika is het zo dat als sociale instelling de overheid verplicht is om jou te ondersteunen. Maar ik zeg, het is een particulier initiatief van mij. Maar dan nog zeg ik, het is een particulier initiatief, maar het gaat niet om mij. Het is een goed initiatief van mijn persoon als individu dat de overheid eigenlijk een warm hart zou moeten toedragen om mij te ondersteunen. En ik heb het meerdere malen gedaan, steun mijn leerkrachten, mag ik een bepaald budget om tenminste een deel van mijn leerkrachten te betalen, leermiddelen, bijvoorbeeld een pand, maar er is nooit wat van terecht gekomen. Dus ik doe eigenlijk alles gewoon zelf en overal eigenlijk bedelen. En ik schaam me er niet voor om het te zeggen, want door het bedelen, overal waar ik kon, heb ik bereikt wat ik wil. Ik had laatst 7 computers nodig, ik heb met de mensen van Republiek Bank gebeld en de mevrouw kende me en ik heb alles verteld. Ik heb gezegd ja, want de kinderen van mij zijn wat ICT-kennis betreft veel verder en het is me gelukt en ze heeft gebeld en we hebben 6 computers gehad. Dus zo ga ik overal een beetje waar ik hulp nodig heb als het in groente is, want de kinderen eten ook bij ons deels. Als ze groenten kunnen leveren voor ons, rijst, alles. Alles is welkom. Dus alles kunnen ze ons geven. Dus om op uw vraag kort gezegd weer terug te komen. De overheid zou in principe moeten inspelen op datgene wat wij doen. Omdat wij een deel van het werk van de overheid hebben overgenomen. Want we krijgen ook kinderen vanuit de overheid, waaronder MOB. Afdeling begeleiding. En recent nog vanuit inspectie zijn er 2 kinderen gestuurd naar het NKC. Maar ik ben iemand, ik kan niet zeggen van, ja jullie sturen kinderen voor me. Het gaat niet daarom. Bij mij gaat het om het kind. En de ouders zijn vrij in hun keus om te bepalen als hun kind bij mij willen plaatsen of elders. Maar ik zeg, zolang de kwaliteit goed is, ga je de groei dagelijks zien. En daar heb ik gezien dat ik persoonlijk goed bezig ben, natuurlijk met mijn team, omdat we dagelijks mensen aangemeld kregen bij het NKC. En u zei ook in het voorgesprek dat ook die gemeenschap veel meer zou kunnen ondersteunen. Niet alleen ten aanzien van het project van dat kindje nu, voor wie jullie geld inzamelen, maar over het algemeen zou die gemeenschap ook veel meer kunnen helpen. Want u zegt, als het aankomt op shows en het, wat u maakt dus een opmerking. Ja, ik ga het weer zeggen. Wat was het precies? Ja, dus ik ga het weer zeggen, want dat denk ik dat ik mijn hart gewoon wil luchten. Omdat ik, ieder die Nancy kent, weet, ik ben er voor het kind. Mijn hele leven valt en staat op mijn kind. Ik ben leerkracht, ik doe attracties voor kinderen. Ik ben echt gewoon de hele dag met kinderen bezig. Maar wat ik wel erg vind, is bij dit project van dit NKC Sterretje, is het me opgevallen, want het is mijn eerste inzamelingsactie waar ik ben begonnen, ben ik tot de ontdekking gekomen dat 80-85% van de donaties die binnen zijn gekomen tot nu toe, merendeels komen van ouders en mensen die zitten met kinderen of mensen met een speciale hulpvraag. Daar stel ik mij de vraag, die 25% heb ik van enkele peuterscholen, stichtingen, individuen heb ik gehad. Maar hoe komt het dat er ik kan eigenlijk bijna zeggen 90% zijn het uitsluitend ouders die kinderen hebben met een speciale hulpvraag. Dat waar zijn al die mensen die wel Tewan Feestdag Nanga Damaru of hoe je die soort zangers roept, ik ken ze niet. Maar als je een kaart koopt van Damaru, bijna 200, 500 SED. Ze gaan het kopen, ze rennen, ze staan in de rij. Maar als het gaat om een kind of hulp voor iemand met een speciale hulpvraag, zie je ze niet in de rij. Het interesseert ze niet. Dus dat moet ik wel van mijn hart, dat ik wel vind
dat er toch wel, om het voorzichtig uit te drukken, eigenlijk niet voorzichtig op uit te drukken, het is de keiharde realiteit dat men anno 2021 nog steeds discrimineert met eigenlijk onze speciale kinderen in Suriname. Er wordt niet echt veel gedaan voor speciale kinderen met een hulpvraag, zoals we in de volksmond kenden, mensen met een beperking. Kinderen met een beperking. Waar is de overheid? Waar is de samenleving? Waar is het bedrijfsleven? Het gaat nu om een kindje die voetbeugels nodig heeft. En daar zie je alleen maar mensen komen die soortgelijke kinderen hebben om te steunen. Waar zijn die mensen die wel 500 voor een kaart kunnen kopen voor een populaire zanger? Kan je dan niet even alles het een 10 SRD of een 30 geven voor een jongetje die misschien morgen onze president wordt of adviseur wordt van de president? Want we moeten deze kinderen niet onderschatten. Dus dat moet ik wel van mijn hart, omdat ik het ook zie dat toen ik sponsoring ben gaan zoeken, dat ik niet heb gehad. En wanneer je een grote organisatie hebt, ze gaan met een dansie en al dat soort dingen, krijgen ze zoveel sponsors. Die je van de dames, sma et dansie, doe alasani uitgebreid bier en al dat soort dingen. En als het om een speciaal kindje gaat, die hulp nodig heeft, waarvan u en ik dit kindje misschien morgen zullen nodig hebben, dan wordt er niet gekeken naar dit kind. Dat vind ik het wel een kwalijke zaak, ja. Ik vind dat Suriname wakker moet worden om eigenlijk deze kinderen te kunnen helpen. Het zijn onze kinderen, het is niet mijn kind. Het zijn onze kinderen. Die jongen heeft er niet om gevraagd om geboren te worden. Hij heeft er niet om gevraagd, hij is totaal onschuldig. En vandaar dat ik het initiatief heb genomen om hem te helpen, want ik hoefde het niet te doen. Maar ik kan het niet zonder u. We hebben elkaar nodig. Dus dat wil ik wel even kwijt, dat ik wel heb gemerkt dat het echt alleen maar die ouders waren. Er waren ouders die aangemeld kwamen, mensen van heden en verre, en tranen in hun ogen. Die jongen zat hier, ze keken en ik moest zeggen, en als een man huilt, weet u wat het is. Een man die traant, dan kan je al nagaan hoe zwaar het die persoon gekwetst heeft. En dan komt hij en hij zet het geld en hij loopt weg en ik moest hem gaan troosten. Ik zeg, is er wat? Ja, ik kan het niet zien. Ik keek naar hem en ik dacht direct aan mijn eigen zoon. Waar ik maandenlang dagelijks in het ziekenhuis heb moeten liggen. Waar de arts hem al had afgeschreven en vandaag de dag, mevrouw Nancy, is mijn zoon bij u, waarvan mensen hebben gezegd, hij gaat er nooit meer wat bereiken. Nooit meer, hij gaat niet kunnen lopen, hij gaat niks kunnen doen. En die jongen is vandaag de dag bij ons op school en die jongen loopt, die jongen is zindelijk, die jongen praat en het lukt die jongen wel. Maar een jongen waarvan men heeft gezegd dat die jongen niet meer naar school kan gaan, is nou bij ons op school en praat. Dan is het toch wel zwaar en pijnlijk om te horen dat men toch discrimineert en deze groep vergeet. En dan praat ik niet alleen over de samenleving, ik praat ook direct naar de overheid en de regering. Ik vind dat de regering, we hebben nu een nieuwe regering, je hebt daar de president, de vicepresident, het zijn mensen met een sociaal hart. Ik vind dat zij ook kunnen kijken wat wij kunnen doen voor deze kinderen. Want je kan mooi kijken, weet je, je hebt OW, je hebt allerlei ministeries, maar wat about deze doelgroep? Wie kijkt naar deze doelgroep? En ik heb een brief gericht persoonlijk naar de president, naar de vicepresident, naar verschillende organisaties. En ik heb tot heden geen antwoord gekregen. Niet dat ik geld heb gevraagd of goederen. Ik heb ze uitgenodigd om te komen kijken wat wij bij het NKC doen. En ik zal u zeggen, ik heb het alleen maar van buitenlandse stagiaires en mensen van het buitenland gehad. En net enkele individuen van Suriname. Waar is Suriname? Waar zijn de assembleeleden? Waar zijn de jongeren? Waar is het jeugd? Team. Er is toch een jongere organisatie. Waar zijn de vele stichtingen die opkomen voor eigenlijk het sociaal doel? Toch? Ze zouden dan ook moeten komen helpen, toch? Want iedereen heeft stichting en is sociaal bezig. Waar zijn al die stichtingen nu die komen om dan te komen helpen? Niet eens één stichting is hier aangemeld bij mij voor mijn deur, die tenminste sociaal bezig is om tenminste één SRD te steunen voor deze jongen. Dus ik moet het wel van mijn hart dat mensen allemaal kunnen zeggen stichting, 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 organisatie en weet ik veel wat. Maar wanneer je dat doet, moet je ook tonen dat je er bent voor het kind. En voor eigenlijk het sociale.
Ik heb geen stichting. Ik heb een school voor mensen met een speciale hulpvraag. En het is mijn initiatief uit grond van mijn hart dat ik dit heb gedaan. En ik heb het voor het eerst gedaan. En ik ben er getuige van dat ik vandaag de dag kan getuigen dat er geen enkel steun is gekomen vanuit de samenleving. Op misschien een 20% na met enkele mensen en de rest alleen maar mensen met een speciale hulpvraag. En net enkele bedrijven, één of twee, die misschien binnen het bedrijf toevallig iemand hebben die een familielid hier hebben. Maar het moest gewoon uit vanuit de verschillende stichtingen. Want ik kan namen noemen van stichtingen die behoorlijk donaties van de overheid hebben gehad. Maar wat hebben wij gehad? Wij kregen niks. Maar als jij kreeg, je hebt, denk even aan dat kind. Je hoeft NKC niet te geven. Maar tenminste even komen. Het was op social media dat je dan even geeft.